Ze staat op het punt de grond los te laten. Zuigt lucht in de longen. Strekt de tenen, de nek, haar hele wezen zo lang ze kan. Ze verstopt haar handen in de plooien. Haar jurk is nog zwanger van vlezige vezels. Tussen de lijnen ontsteekt ze in betovering van tijd, waarin ze verborgen lag. Haar kern ontvouwt ze nu ze zich toont, de zwaartekracht tart, loskomt en haar hart in eigen handen neemt. In het bezoekerscentrum Dwingelde Veld in Ruinen is op dit moment een expositie te zien van houtkunstenaar Bart Ensing en dichteres Marion Steur. Naast eigen werk exposeren ze ook kunst waar ze samen aan hebben gewerkt. Ik kijk naar het hout en ik kijk wat ik erin zie. En dan ga ik, als ik iets zie, als ik een mooie vorm zie, die ga ik uitwerken. Zoals het op dat moment voelt dat ik het moet doen, dat doe ik. Mijn eigen werk borrelt meestal vanzelf op door dingen die ik meemaak of voor me in mijn omgeving zie gebeuren. Waar ik dan een beetje over nadenk, even bij wil stilstaan en misschien beter wil begrijpen. Dat is meestal hoe mijn gewone gedichten ontstaan. Ik heb ook wel eens een beeld gemaakt dat ik bezig was om een vogel te maken. Dat ik hem op een gegeven moment weer in handen heb en dan blijkt dat ik een vis in handen heb. Of dat het een vis aan het worden is. En dat vind ik het leukste. Die verrassingen die er ontstaan terwijl ik bezig ben, dat vind ik het leukste. Ik ben de wandelaar, 4 meter lang en ik ga te voet. Sinds mei 2010 ben ik onderweg. Ik duik af en toe op, in Nederland en België. Vaak in de natuur, langs een lange afstandswandelpad of in een dorpje. Ik hou van kunst en kon er graag exposities aan. Ik blijf in beweging, in mijn eigen tempo. Ik hoef niet snel. Het gaat om kijken, proeven, ervaren. Dat is ook zoiets wat ik niet gepland heb dat het zo zou gaan. Ik was bezig bij een klein fort, bij Culemborg. En dat ligt aan een lange afstandswandelpad, het waterliniepad. Ik had zoiets van, hier moet een wandelaar staan. Dus ik begon een wandelaar te maken. Had de week erop een expositie en heb hem meegenomen. En toen dacht ik van ja, ik heb volgende week weer een expositie. Ik zet hem ergens aan de dijk en dan kondigt hij die expositie aan. Dat is het begin van de samenwerking geweest. Die wandelaar is een beeld dat zomaar uit Bart's handen kwam. En ik wilde daar een heel klein gedichtje bij schrijven. En mensen reageren er ook heel enthousiast op. Op Facebook krijg je ontzettend leuke reacties als wij iets met die wandelaar doen. Hij heeft zelfs een prijs gekregen. De verwondering. Omdat hij verwondering in mensen oproept. Behalve het kunstwerk hebben we een t-shirt van de wandelaar. We hebben koekjes ontworpen. En het wandelaartje met de beeldenis van de wandelaar erop. En een etiket met het gedicht van de wandelaar erop. En we hebben een heel mooi boekje gemaakt, een matchbook. Dat het heel grappig was om een 4 meter lang beeld in een heel klein boekje te stoppen. Een boekje wat in een luciferdoosje past. En dat is gelukt. Hij is plooibaar. De expositie Hart van Hout is nog tot juni te zien in het bezoekerscentrum Dwingelde Veld in Ruinen.